Kevin van der Zwet, was het een eenvoudige zege vandaag? Nee, zeker niet. Ik heb wel wat kans gecreëerd, maar niet heel veel. Maar nee, dat is geen makkelijke overwinning, nee. En je deed het goed achterin? Ja, nee, we hebben niet veel kans weggegeven, denk ik. Ik weet niet hoeveel, maar... met Bert die 1-op-1 hartstikke goed is. Renny die ook daar steeds beter in wordt. En Buis, ja, die heeft natuurlijk alles 1-op-1. Dus dat maakt het wel wat makkelijker voor mij ook. Volgens mij heb je nu onderhand wel naast iedereen gespeeld in het centrum, of niet? Nee, het valt wel mee hoor. Ik heb alleen nog maar met Robert. En één keer nog met Justin, maar het valt nog mee. Ja, 3 namen, dat kan nog wel. Hey, even iets anders. Je hebt gisteren je contract verlengd. Neem aan dat je er heel blij mee bent. Ja, natuurlijk ben ik er heel blij mee. Ik ben natuurlijk een Lissense jongen. Dus dan is het mooiste om hier op het hoofdveld te spelen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee, ja. Was dat ook gelijk de intentie dat je hier wilde blijven? Ja, natuurlijk. Dat is wel iets waar ik hier ook wel langere tijd voetballen. Ik hoef niet zo naar een andere club. Was die interesse er? Of? Nee, ook niet. Totaal niet, nee. Ja, want zie je dan dit seizoen als jouw definitieve doorbraak? Of was dat dan vorig seizoen al? Ja, vorig seizoen meer op middenveld. En ik denk dat ik nu echt op mijn eigen positie sta. En ik denk dat ik door doorbraak op deze positie kan je wel zeggen, ja. Ja, even terug naar vandaag. De laatste 4 thuiswedstrijden, 9 punten. Jullie zijn wel lekker bezig, vooral thuis. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt precies. Maar ook niet de makkelijkste wedstrijden. Nu hebben we het eindelijk eens een keer tegen een ploeg gedaan die onder ons staat. Deze hebben we daar iets meer moeite mee, omdat we wat minder het spel of meer het spel moeten maken. Dus deze is ook wel lekker. Ja, lekker. Werd ook lekker gevierd dan net in de kleedkamer? Ja, dat ging wel even los net. Met Van der Werf, die had er al een paar ingegooid volgens mij. Ja, die ging wel even los, ja. Bako's of? Ja, weet ik wat die er allemaal in gooit. Voor mij voornamelijk Bako's, ja. Dank voor je tijd. Is goed, man. Yes.